Nou, hoe voelt dat om hier terug te zijn in deze groep? Ja, geweldig. De wedstrijd dat je er niet bij bent, dan baal je echt als een stekker. En ik ben heel blij dat ik nu weer een minuut heb kunnen maken. En ik hoop vanaf nu dat het alleen maar meer wordt. Want ja, voetbal is toch het leukste om te doen natuurlijk. Ben je helemaal blessurevrij? Ja, helemaal blessurevrij wil ik niet zeggen. Maar vanaf nu gaat het wel steeds iets beter. Dus ik hoop dat het zo door blijft gaan. Ja, als ik achterin kijk, dan moet dat nog stabieler worden met jou erbij. Hè? Met Reuzeler en met Didde. Ja, ik hoop dat ik daar mijn steentje bij kan dragen. En ik hoop dat ik er zondag weer kan staan en mag staan. Dus ik hoop dat ik dan kan laten zien wat ik kwam. Ja, want in de eerste helft, daar viel een paar gaten, moet ik zeggen. Ja, klopt. De eerste helft was heel moeilijk. Ik denk ook dat het wel komt omdat PSV echt heel erg goed speelde. En heel gretig. Heel gretig. En net een halve metertje wat we ze geven, ja, daar weten ze wel raad mee hier. Ja, dat moet wel beter, maar dat doet PSV ook gewoon echt heel erg goed. En dan win je toch nog uiteindelijk met 2-3, want je pakt weer de tweede plek over. Ja, daar kunnen we Lennart wel voor bedanken. Dit seizoen al vaak genoeg de 3 punten opgeleverd, dus daar zijn we heel erg blij mee. Nou, in de tweede helft op het einde heb je nog een goede blok, zeg maar. Want er was nog een behoorlijke kans voor PSV. Ja, ondanks dat ze rood kregen ze sowieso, kwamen ze nog af en toe gevaarlijk doorheen. Dus daar moeten we gewoon beter staan. Maar ja, zeker na zo'n zware wedstrijd zit iedereen er wel een beetje doorheen. En daar moeten we wel op letten natuurlijk. Want als je hem daar tegen krijgt, dan kan je de kop kosten.